Wist je dat bewegen goed is voor je leerprestaties? Dat heeft onderzoek uitgewezen. Daarom gingen dit weekend 120 kinderen lekker bewegen en smart moves bedenken in het Olympisch Stadion. Smart moves zijn slimme beweegmomenten onder schooltijd. Ze gaan een eigen idee bedenken om meer te gaan bewegen tijdens hun schooldag. Dat kan tijdens de les zijn of tijdens de pauze. Dat mag zo gek zijn als ze willen. Voorbeelden van smart moves zijn bijvoorbeeld hinkstapsprongen naar de wc, maar bijvoorbeeld ook fietsend naar school. Mijn smart move is 3 keer op de trap op en neer. Zonder handen fietsen en dan naar school gaan. En dan beweging doen. Of met je armen draaien en springen. Met de bal vragen beantwoorden in de klas. Dan gooit de juffrouw de bal naar je toe en dan vraagt ze een vraag en moet je die beantwoorden. Na het bedenken van de smart moves was het tijd om flink te bewegen. Niemand minder dan Meesam uit So You Think You Can Dance verzorgde de warming up. Nou, wat ik vandaag ga doen is de kick-off van Smart Move. Is echt ik heb ook gehoord, het is een sportweek. Ja, hiervoor ben ik. We zijn echt met de jongeren bezig om meer te gaan bewegen. En ze gaan kickboksen en het KNVB talentteam, vrouwentalentteam, komt met de kinderen voetballen. Kun jij ook een goede smart move bedenken? Kijk dan op de Basta High voor meer informatie.